Het probleem met de vuilhaal in diverse buurten is eindelijk opgelost. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat het probleem sinds gistermiddag tot het verleden behoort. De afgelopen dagen werd er geen afval opgehaald in een aantal buurten, waardoor huishoudens opgescheept zaten met afval. De bewindsman stelt dat er sprake was van een financieel probleem. De taak om het inventaris te ontvangen, maar ze zijn vanaf gisteren al begonnen. Vandaag gaat alles door en zo het weekend weer normaal door. Dus we begonnen dat de betalingen lopen alweer. De minister kon de buurten waar er geen vuil was opgehaald niet aangeven. De nieuwsdienst kreeg onder andere klachten van bewoners uit Paramaribo Noord, Latour en uit Wanica. In enkele resorten moeten er nog achterstanden worden ingelopen. Voor wat betreft de labwerkzaamheden aan wegen deelde Noor Mohammed mee dat deze zijn uitgevoerd op wegen waar er recentelijk kuilen op het wegdek waren ontstaan. Er zijn drie soorten labben, dat doen we eigen beheer, dat is snel, EHBO. Als er een gat is, snel doen, EHBO. Dat is overal zo in de wereld. Dan is een tweede waar we professioneel labben, dat is uitbesteed, dat loopt ook. Dat heeft een langer karakter. Dat is van schade die we zien opkomen, die we helpen. En we hebben gewoon asfalteringswerken. Asfalteringswerk is heel beperkt, dat zie je wel. Dus oostwaarts van binnen en zo. Dus dat zijn de categorieën waar we bezig zijn. Noor Mohammed zegt dat alle projecten die eerder zijn aangekondigd nog lopen. Eerder dit jaar zijn er grote asfalteringsprojecten aangekondigd voor een aantal straten binnen Paramaribo, Wanica en Para.